Het is woensdag, wij zijn wakker. We kunnen. We kunnen nog een kwartiertje ontbijten. Misschien heel snel. Even naar binnen schansen, maar daar zijn we wel goed in. Ja, en dan terug en dan douchen en zo. En, ja. Ja, mijn Fitbit-ding is bijna op en ik heb de lader volgens mij niet bij me. Oh. Ik werd de hele nacht wakker getrild erdoor. Het is niet alsof ik gebeld word of zo. Zeg, volgens mij had je hem uiteindelijk meegenomen. Dat dacht ik ook, maar hij zit niet in de hoes. Nee, eerst zo slim. Nee, dat is niet nodig. En toen dacht ik, maar misschien. Dat dacht ik ook. Slim, maar ja. Ik, toch maar doen. Ik heb hem wel bij me, joepie. Ik heb nu dit aan. Mooi. Stilo. Dit is zo cute, hè? Ja, dat weet ik, maar ik zit te denken, hadden we dit niet bij een ander hotel ook? Ja, dat is heel hip geweest. Nou, geweest, want het is nog steeds... Hallo. Het is nog steeds hip, maar... Heb je deze kerstboom al gezien? En de art. Ja, de art is echt heel cool. We zitten hier te ontbijten, hè? En er zit iemand tegenover ons te vloggen. Maar echt vet professioneel, met een grote camera en audio. Ik dacht eerst dat hij misschien zo'n mukbang-video ging opnemen. Oh, dat was ook goed. Ja. Oké, als ik nu in zijn shot te zien ben dat ik hem vlog, is het echt super awkward. Maar kijk, hij is ook niet echt herkenbaar. Kijk, zie, hij is aan het eten. Ja. Wauw, kijk deze koffie. Kijk hoe mooi ze hebben gemaakt. Met een toefje in het midden. 3D koffie art. Het is 11 uur. We ontbeten, maar we zijn allebei nog een beetje moe. Ja, dus mooi. Ik zou zo heel even nog slapen. Gewoon serieus nog een dutje om te hebben vanavond dat event. Anders ben ik heel snel moe en heb ik liever nu een nappie. Ze zeggen dat dat het beste is, hè? Nap doen voor lunchtijd. Oh ja? Oftewel gewoon niet per se vroeg opstaan. Nee, als je dus zeg maar, is het goed wat doen voor je lichaam, zeggen ze voor 12 uur nappie doen. Nou, het is nu 11 uurtje even. Wauw, geloof het of niet, het is 2:30. 2:30! Poefje heeft niet echt geslapen, maar ik wel heel erg. Ik word echt net wakker alsof ik de beste nachtrust ooit heb gehad. Soms is het gewoon even nodig. Nou, 6 uur worden opgehaald. Ik vind het helemaal niet. Ik ga even heel snel douchen. Dan gaan we even wandelen. En dan terug om te filmen. We gaan denk room service doen. Ik heb gedoucht. Ik heb me omgekleed. Dit is wat ik aan heb. Deze trui heb ik mee. En Foefje, die is super lief. De vlog gaan editen van vrijdag. Yay. Hallo. Het is inmiddels 2:00. We moeten ervoor zorgen dat we rond 1:00 of 4:00 ongeveer terug zijn. Om hier te eten en Get Glam With Me voor mij dan op te nemen. Dus we hebben 2 uurtjes om even te wandelen en even te lunchen eigenlijk. Lunch. Ja, lunchen en La Duree. Ja, La Duree, willen we ook even even iets halen. Lekker. Omnom. Lunchen, La Duree, daarna avondeten. Ja, food, lopen, zeg maar. Dat is het een beetje. Ik heb mijn haar net trouwens gewassen, anders duurt het 4,5 uur om te drogen straks. Dus dan is het nu nat, wordt het even aan de lucht droog en dan zometeen ga ik het voor de video mooi maken. Alright, we gaan even buiten wandelen. En dan gaan we eten zoeken nu. Zo, zeker eten. Ik heb zo lekker geslapen, alsof ik allemaal slaap heb ingehaald. Zo'n honger en ik heb niet geslapen. Oh, die stinker. Nee. Loop even de andere kant op. Kijk, daar heb je de fontein. Het is wel heel mistig nu. Je ziet een deel niet. En daar heb je die gekleurde dingen. Oh. Oké, even. Hoe perfect is dit bijgehouden? Het is helemaal perfect. Er zijn nog meer van die grote plantdingen. Daarachter is dus de fontein. Kijk, hier is kunst en dat gekleurde kunstwerk om de bal heen. Oh, je kan er doorheen lopen. Kijk, dit is hem. We staan nu aan de andere kant. Hij is daar dichterbij. Dit is echt heel huge. Hij is van 140 meter hoog. Ja, vogel. Kijk dit. Zo cool. Gekleurde mensen. Alle vormen en maten. Hashtag you need to know, zo heet het. Je kan erin lopen via de andere kant. Hier zo. Kijk. Zo, tof. Oh, hey. United Nations Day. Oh ja, dit is de bedoeling. Dit is zo cute. Zal ik een foto maken? Je button past er ook echt bij. Lopen hier naar binnen. Heel cool gemaakt dit. Hierin is ook alle kleurtjes. Mm-hmm. En hier komen we zo. Kijk, ik heb mijn haar nog niet gedaan. Vet. Wij gaan bij Manor naar binnen. Het is een soort V&D, zei Foefje. Moet je kijken, het is echt een soort V&D. Echt bizar, moet je kijken. Het is het gewoon precies.
Zouden dezelfde mensen erachter zitten misschien? Zelfs het eten is à la Laplace. Dit hebben wij genomen. Een ijsthee allebei. Een coco peach drankje. Ik heb een salade. Fofie heeft dit en een cheese pannenkoek. Oh, het is echt wederom V&D. Gewoon de hele sfeer hier ook. Fofie, ik wil zien hoe jij dit eet. Ik zei net, we moeten met z'n tweeën een keer gaan we voor Beauty Gloss een mukbang video opnemen, oké? Ja hoor, prima. Alleen het enige is, ik kan niet... Hebben ze geen stroom of zo hier nog? Oh. Oh. Ik zie het meer. Heb ik gedaan met mijn. Ik kan alleen niet zo mooi eten, jij wel. Oh, je ziet het niet goed. Oh ja, hier. Nee, zelf eten is altijd smerig om zelf terug te zien eten. Oh, er zit hand tussen. Dat is een beetje jammer. En? Zoals verwacht was het broodje te veel. Ja. Dus die gaat mee als... Latere snack iets. Midnight snack? Oh, midnight snack. Sorry, geen mega mukbang voor jullie vandaag. We komen net uit de winkel en ik voel me echt super naar. Buikpijn. Echt alsof ik... Maar het is een beetje, ik heb ook mijn jas uitgedaan want ik zweet met de pletten. Het is een beetje dat V&D effect. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat je zeg maar dat het zo... Het was ook zo druk. Ik had dat altijd in de tram. Ja, in de tram. Ik heb het dus altijd in het warenhuis. Ik heb het ook heel soms in de IKEA. Dan word ik echt een beetje onwel ervan. Maar nu heb ik echt gewoon... Ze gaan heel even terug naar de kamer. En dan over een kwartiertje. Voef je even naar de wc geweest en dan moet ik... Brabus. Vet. Alright, we zijn op de kamer. Het is 4:15. Super last van buik. Ik ga nu de ASMR video editen. We hebben nog... Zeg maar ongeveer nou, 2 uur, 1,5 uur zoiets voor gaan. En daarna ga ik filmen Get Ready Me. Ik denk als ik ASMR ga editen dat ik wel even een beetje tot rust kan komen. Zet ik hem klaar om te uploaden aangezien dat het een paar uur duurt. Oh man, alles staat vol. En ik heb zojuist eten besteld. Groentesoepje. En wat puree. En dit ga ik hier nu eten. Ik heb geen ruimte daarvoor. We zijn douchen en over een uur moeten we klaar zijn. Dus ik moet nu wel echt even wat eten. En hij heeft dat broodje nog. Dus het is zeg maar ons avondeten. Een licht soepje. Oh, dit was yummy. En ik dacht dus serieus, wow, ze hebben er parfum bij gezet. Een man en een vrouw. Nee, peper en zout. Ja, je bent een beauty person of niet. Geobsedeerd, ik dus. Oh ja, voor de broodjes. Er zat boter bij, dat geef ik zo een foef. Dit is dus een soort van stukje boter. Ik weet niet hoe bij jullie zit, maar ik heb altijd extreem de neiging om dit te doen. Ik squish altijd alles in. En Gregor vindt dat echt verschrikkelijk. Maar, wacht, nee, ik ga er weer een tubetje van maken. Oh nee, er komt nu boter uit. Oh nee, nee, nee. Weet je wat? We leggen dit even zo erbij. Foefje komt net uit de douche. Kijk, brood met boa. Nou, maar eet dit. Vind je niet de boter een beetje gek? Wacht, het is jouw worst. Nee, wat is dit? Waarom heb je... Foefje. Hoi, vandaag heb ik een Get Glam With Me video voor jullie waarbij ik me klaar. Kom, laat je de voltage wel veranderd ook? Ja. Ik heb alles geprobeerd. Je hebt ook niet tussen gedaan dat dat dingetje ingedrukt moest worden? Ja. Ik heb sieraden, ik heb hier... Of je helpt me even met mijn armbandje. Oh, nee, je hebt niet een horloge om mij, want dat mag niet. Nee, ik heb geen horloge. Oh. Wacht, wordt even goed gezien. Ik heb al lang geen horloge om trouwens. Dit is echt gemaakt voor kleine vingertjes. We hebben ons klaargemaakt. We zitten hier te wachten tot wij naar het event gaan. En er zijn een hele hoop andere
influencers en ze komen allemaal uit Rusland. Dus wij twijfelden eerst van, hoezo? Want ze waren bij mij in eerste instantie gekomen en toen Foef ook mee en zo. En is het omdat ik Russisch ben? Ik denk, misschien omdat je Russisch bent. Misschien. Ja, ik weet het niet. Het is wel heel gek allemaal. En er heel veel ervan kunnen ook geen Engels, dus... Het is dus ook niet alsof we heel makkelijk kunnen communiceren ofzo. Ik bedoel, ik kan Russisch. Ja, ik kan Russisch, maar niet op heel hoog niveau. Ik kan nee, ja, alsjeblieft. Ik wil niet eten, ik wil slapen. Ja. Dat belangrijk is. Poefje vindt zichzelf nu dus overdressed. Want de andere influencers hebben allemaal best wel jammer Timberlands aan en dat soort dingen. Maar jullie weten wat mijn regel is. Er bestaat niet zoiets als overdressed. En het is pas erg als je op een evenement komt en iedereen is netjes en jij hebt... Je weet wel. Nou ja, je kan het doen. Het is een soort van imago ding. Ik weet niet, ja, ik hou ervan om me leuk te kleden. Ja, ik heb best met ja, kijk de shoes. Oh yeah. Yep. Dat hoopjes. Super cute, ja. De andere petjes en gimpen. Ja, nou ja, weet je, ieder zijn ding natuurlijk. We lopen nu dus naar de locatie. Er zijn echt heel veel Russische influencers. Maar ze vertelt dus dat er uit 4 of 5 landen influencers waren. En ik besef me ineens, dit zijn volgens mij allemaal Russen die in een ander land een influencer zijn. Dat gevoel. De meeste dan. De meeste. Ik denk dat er wel heel veel van uit. Het is wel echt interessant. We gaan nu naar het Geneva Forex event. Daar zijn we dus voor uitgenodigd. En het is een netwerk event. Ik heb er heel erg zin in. Ik ben eigenlijk niet zo goed wat ik moet verwachten. Ik ook niet. Nee, we weten het niet zo goed. We zijn er. Wauw. Kijk hoe mooi. Wauw. We zijn in de Four Seasons. Hier is het event. Wow, kijk daarachter. We zijn er. We hebben wat te drinken. En dit is de fotowall. En het is echt super, super druk. Heel veel mensen. Maar we gaan zo nog weer een andere zaal. We gaan een andere zaal in. Maar ik vind... Dit is mijn mond. Oh, sorry. Ik vind het heel bizar dat we overgelopen zijn. Puur om gewoon even dit werk hier. Ja. Echt bizar. En? Cheers. Later. Hier is de fashion show. Cool. Ja. Wij zitten hier zo. Wow, het is echt druk. Ik had niet verwacht dat het zo'n druk event zou zijn. Dit is de tweede zaal. Iedereen ziet er super chic uit. Echt very nice, very nice. Wij zitten hier. Hier was het feestje. Wij lopen nu naar buiten en we kijken bij La Durée en het is gewoon open. Het is toch open. Je kan gewoon als het goed is nog wat eten. Oh, wauw. Wow. Je krijgt warme chocomel. Het ruikt echt goddelijk. Oh, sorry. En ik heb thee. Een theetje van La Durée. Dat is de La Durée special. Gedagrums, flowers en some note of vanille. Oh, thank you. Fofje, hoe is de chocomel? Zo lekker, heel dik. Ja, wow. Hier, je hebt nog een beetje, hè? I know. Hij goot het erin, dat is gewoon vloeibare gesmolten chocola. Ja. En hij heeft een toetje. Wat is het, hazelnoot of zo? Nee, chestnut en dan een dark rum. Oh, dat is het rum. Mm-hmm. Kijk even naar deze chocomel. Dit is La Durée thee en ik heb een keertje heb ik 3 smaken La Durée thee gekocht en thuis meegenomen naar huis. Oh, zo lekker. En echt altijd als, zeg maar, als je even iets speciaals wilde, dan namen we een zakje La Durée thee. En op een gegeven moment is het allemaal opgegaan. Misschien kunnen we het hier kopen. Ja. Ja, precies. Dat zal ik ook even denken. Ja. Cheers. Ja, dat is echt lekker. Kijk nou. Pretty. Hoe staat er zo? Ik wil het later. Ja. Zo'n leeuw? Zo'n leeuw? En Leo. Gewoon in onze tuin, 2 van die deels. We zijn terug aan het lopen naar het hotel. Daar zijn we weer bijna, het is heel dichtbij. Maar eigenlijk hebben we al een leeuw.
We hebben een tijger. Ik wou net zeggen. Een zwarte panter. Panter met lang haar. Dat is een soort leeuw. Dit is een zwarte leeuw. Ja. Dat zien we zo. Ja. Kijk, onze opstelling hier in het hotel is ook al cute. Hey, wil je iemand drinken trouwens? Wij zijn toch nog maar even hier gaan zitten in de lobby, even een drankje doen. Of je gaat een of andere cinnamon infused bier drinken. Ja, ik ben benieuwd. En ik heb cola light genomen. Even een beeldje. Er zitten die gekke beeldjes hier. Dougie John en J. Marinetti. Oh, wat verschrikkelijk licht. Lekker. Hier heb je zijn speciale bier, of wat het ook is. Nootjes. Lekker. Kijk hoe paars zijn schoenen zijn op de camera. Ja. Kijk, maar zie je dat hij kapot is? Waar? Ja, ja, bij die ook trouwens. Dat je zooltje. Dammit. Nee, oh. Ja, juist de snoet. De snoet. Heb jij geen sleutel? Ben ik de enige met een sleutel? Ja, ik heb dan niks meegenomen. Oh ja. Maar... Hoe awesome is dit? We komen de kamer in en ze hebben een laundry bag neergelegd. En een shoe bag. Zo vanmorgen checken we uit. Het is middernacht ongeveer. Wij zijn weer op de kamer. We gaan slapen wel tussen. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei. Tot gisteren.